Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Pepsi Max. UEFA Supercup sponsors. Voetbalt weer door het middenveld en dan van kant veranderd. Hier is Navas met Hernandez. Ja, afleggen en... Oh, is het een penalty of niet? Ja, penalty denk ik. Zeker wel. Kijk, Luc de Jong heel goed afgelegd, ja. En dan dit. Het is er tegenaan springen, ja. Correct. Correct. Alaba maakt de penalty overtreding. Lucas Ocampos voor de voorsprong voor Sevilla. Netjes gedaan hoor. Ja, met veel lef. Even een halve onderbreking. En voilà. Bayern München moet achtervolgen. Kijken naar Müller eerst. Kan zomaar gaan lopen Müller. En voor langs Pavard. Ja, en dan krijg je hoe langer hoe meer volk in de 16 meter van die tegenstander. Moet eens kijken met hoeveel ze daar weer zijn. En het is zelfs Pavard die de schietkans krijgt. Ja, dus, het is een soort mijlpaal, want de eerste 10 minuten zijn verstreken. En er is nog geen penalty-overtreding geweest van Diego Carlos. Dat deed hij 3 keer op een rij, zeg wel. Fantastisch, Lewandowski voor... Oh, mooi gedaan, Goretzka! Lewandowski, wat een luciditeit op die hoge bal. De technische beheersing en het overzicht. En het kunnen uitvoeren. Heerlijke gelijkmaker van Bayern München na 33 minuten. Goretzka. Nou, vastberadenheid in de ogen. En hier nog eens Müller met een fantastisch balletje buitenkant. En inderdaad, het overzicht nog. Ogen in de... In een boogje lopen. Erom draaien. Waar kan iedereen naartoe? Rakitic. Ja, die wilde wel meteen de ruimte zoeken hier bij Ocampos. Escudero. Daar gaat hij, Escudero. De Jong kiest positie. En de voorzet. Ja, bijna de own goal van Süle. Dat is wel een heel goede voorzet. Süle moest vol risico die bal proberen onderscheppen. Hernandez, Lewandowski en nog eens Goretzka en Sané nu wel, maar weer gefloten. Weer gefloten. Maar het is eigenlijk geen fout. Nee, nee, hè? Het is een tegenstander die gaat hangen. Dit is geen overtreding. Eigenlijk doet Lewandowski niks verkeerd. Kunnen ze dit dan herbekijken? Maar ze dat is geen clear error. Dit is een inschatting van de scheidsrechter. Alaba wilde graag uit de tweede lijn, maar misschien nog een tegenaanval met Navas. Kan hij hem hier nog meegeven met En-Nesyri? En-Nesyri is er vandoor. En En-Nesyri bezorgt Sevilla niet de Supercup. Nee, Manuel Neuer is een te grote muur die voor hem opduikt. En hij legt hem ernaast. Wat een spectaculaire tegenaanval na de fauskeu van Alaba. Nou, was goed gewacht hier. Dan leek de paas misschien niet hard genoeg, maar En-Nesyri pakte hem wel goed mee. Nou, dan komt hij toch eigenlijk ideaal voor Neuer, maar knap gered. Goeie bal. En En-Nesyri is weer weg. En... Oh, tegen de paal. Meeval nu voor Neuer. En dan nog weggebokst. Alaba werd daar toch vrij makkelijk in de wind gezet. Ik vind het een schimmige wedstrijd van Alaba, eerlijk gezegd. Mooie bal van Alaba en nu Martinez.
eens aan, is dat geen mooi afscheidscadeau? Javi Martinez, dat vinden ze toch heel erg prettig bij Bayern. Dat uitgerekend de Basque in wat zijn afscheidswedstrijd is. Ik zeg het nog een keer, de 2-1 in doel komt. Dit was nogal een spectaculaire volley van Alaba. Daarmee maakt hij alles goed. FC Bayern München! Deze highlights werd u aangeboden door Nissan. En Pepsi Max. UEFA Supercup sponsors.